Denkt u dat de nieuwe plannen van Dekker het stelsel van de sociale advocatuur zullen verbeteren? Nee, bepaald niet. De strafrechten BOPZ blijven, de rest van de rechtsgebieden wordt geëxcludeerd. En daarmee is het stelsel failliet en kapot. Dat klinkt heel dramatisch. Dat is ook zo. Nou ja, het is een totale failliet. Dat is natuurlijk op zichzelf ook een oplossing. We houden ermee op. Oké, maar wat heeft dit voor consequenties voor de samenleving? Verschrikkelijk. De onderkant van de samenleving is over het algemeen aangewezen op dit type van rechtsbijstand. En je moet het mensen mogelijk maken om te strijden voor hun rechten en voor hun rechten op te komen. En mensen die rechteloos zijn, die gaan andere dingen doen om hun recht te halen. En dat willen we net niet. We willen leven in een rechtsstaat. En we willen ook leven op een plek die uiteindelijk, voor wat betreft geschilbeslechting, de weg naar de rechter kent. Minister Dekker is eigenwijs. Die zegt, je kunt mensen toch zelf leren om hun conflicten op te lossen. Dan zou de minister er goed aan doen, eens even aan de zelfkant van de samenleving te gaan staan en zich daar een poosje in te verdiepen. Mensen kunnen dat eenvoudigweg niet. Mensen hebben daar hulp bij nodig. De zelfredzaamheid van de mensen aan de onderkant van de samenleving, die zelfredzaamheid is beperkt. Als je de mensen zou dwingen zonder advocaat naar een rechter te gaan, of geschillen uit te vechten bij de rechter, dan zullen er meer rechtszaken zijn. Die zullen bovendien ongefilterd, rijp en groen bij de rechter komen. En zo wordt de werkdruk van de rechterlijke macht groter en niet kleiner. Waarom laat de politiek dit zo lopen? Omdat het geen hip onderwerp is. Individuele geschilbeslechting is niet hip. Van individuele geschilbeslechting merkt niemand iets. Daar merk je pas wat van als mensen elkaar de hersens in gaan slaan. En dat bonton gaat worden. Dan pas, maar dan is het al uit de hand gelopen. Het is niet een onderwerp wat ook voor wat betreft het electoraat aantrekkelijk is. Maar we hebben natuurlijk gewoon als advocaat, maar ook als burger, belang bij dat er ordentelijke geschilbeslechting plaatsvindt in Nederland. En dat niet allerlei mensen worden gesleurd naar een mediation-tafel of een andersoortige oplossing. En dat is de kern van mijn bezwaar van tegen de minister, is dat hij juridiseert, de overheid juridiseert alles. Het wordt alleen maar complexer. En wat wordt er van de burger verwacht? Los het nou maar op buiten de juridische kaders. Dat is onzin.